Tot dat kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOY1999. Met vandaag weer de nieuwe Spelers Career Mode. En we spelen hierbij de kwartfinale van het EK. Jullie zien het aan de titel deze aflevering. Alleen dus de kwartfinale. En ja, hopen dat we verder kunnen komen. Anders zit dit de laatste Spelers Career Mode. We gaan het zien. Um, ja, jullie hebben gezien dus. Feyenoord-Kermit van vanochtend. Die had geen commentaar. Ik zei al, een van de twee video's ga ik zonder commentaar doen. Dan, dat wordt misschien nog een klein beetje te veel. Qua karstem. Qua inspreken, de video van morgen, de feyenoord curve wil ik wel gewoon weer met commentaar doen. Dus uh, dat uh, komt er langzaam natuurlijk wel weer in. Moet ik een beetje weer inwerken uh, voor mezelf. Uh, we zijn in ieder geval begonnen aan de wedstrijd hier. Waar uh, wij ook het eerste bal te hebben zijn natuurlijk wel de bovenliggende partij. Dat is een voordeel. Malen, Frenkie de Jong, malen weer. En een herinnering van de doelman. En de hoekschop voor het Nederlandse elftal. Hier op het uh, kwartfinale van het EK voor Oranje. Waar wij de bal perfect geven. Memphis geeft de bal terug. Fokker nu. Schieten wij de bal. Een redding van Davies. Dan is het weer opnieuw. De hoekschop nu voor het Nederlands elftal. Wij mogen die hoekschop nemen. Valt hij goed. De combo van Frenkie de Jong. Weggehaald door uh, de 23e minuut loopt. 0-0 nog steeds. Bijna alweer. Goed. Fokker. Komen we eruit. Jazeker. We komen daar goed langs. En dan schieten we de bal net naast. Maar ook nog maar net naast doet dat nu voor Wills? Doelt dat Die is uh, uiteindelijk genomen. De vraag is. Komt hij goed aan? Hier. Moore. Wilson. James. Wilson. Smith. James. Het is uh, volgens mij nog Wills die nu het, de bal bezit heeft. Gravenberg. Fokker. Perfecte paas. Dan komt er een kans hier voor uh, Malen. En die schiet hem ook binnen. En dan is het de... Uh, 1-0 voor het Nederlandse helftal. Donjon Malen die scoort. En 1-0 dus voor Oranje. Wij mogen een paas geven op deze eerste doelpunt op de, op de kwartfinale van het EK. In de eerste helft waar Nederland op 1-0 staat. De 35ste minuut loopt. Smit. Roberts. nu is het weer Wills uh, die probeert uit te komen. Voor een gelijkmaker. Vares kan Oranje de bal zo snel mogelijk terugkrijgen. Oranje natuurlijk wel de ploeg. Die er snel uit kan komen hier. Flinkie de Jong. Memphis, Fokker. Kunnen wij voor ons doelpunt gaan? Fokker. Op een kwartfinale? Ja. We schieten de 2-0 binnen. <laughs> en zo is het is onze doelpunt op de kwartfinale van een EK: tegen Wales. Onze eerste op een kwartfinale. Een 2-0 voor Oranje. Laatste punt van deze eerste helft. Mijn 2-0 voorsprong voor het Nederlands zelf. Al de hoekschop die wordt genomen hier. Komt er nog goed aan? Van Dijk, ja zeker. Ze worden het voor nog 3-0. Virgil van Dijk, de aanvoerder die het doet. En zo lijkt het wedstrijd dan beslist in de eerste helft. Wie weet wat er nog aan gaat komen. In ieder geval als Nederland, toch wat ik al vaker gezegd heb, de bovenliggende partij in deze kwartfinale. En wij ook als spelers zijn dat we het goed hebben gedaan. En nu dus 3-0 voor staan. Tegen Wales. We gaan kijken wat de tweede helft ons gaat brengen. De tweede helft die we gaan beginnen met een 3-0 voorsprong. Ramsey. Davies. De bal uh, wordt rondgedrukt hier. Ramsey weer. 49e minuut loopt. 3-0 nog. Begin van deze tweede helft. Moore. Ramsey. En dat is zorg gedaan door Ramsey. Zo de bal voor het Neon zelf. Dan nu Memphis. Die kan hem afmaken. Memphis. De voorzet om Malen. En het is 4-0. De tweede, sorry, de tweede van Donjon Malen. 4-0 voor Oranje. Ondertussen al de 66e minuut die loopt. De laatste 20 minuten bijna voor Oranje hier. Bij een 4-0 voorsprong. Nederland lijkt zich te gaan kwalificeren voor die uh, halve finale op dit EK. We gaan de volgende aflevering dan aandacht gaan besteden. Vraag is: kunnen wij nog wat doen? Ja, een belangrijke paas geven. Om Malen. Die kan voor zijn hattrick gaan maar die gaat er niet in. Davies met de redding hoekschop voor Oranje, hoekschop waar niks uitkwam. Laatste kwartier ondertussen 4-0 voor Oranje. Wheels probeert wat. Dumfries onderschept goed. En Gravenberg nu. Nu komt weer Oranje eruit. Gravenberg. Fokker, ja, we kunnen er nu op de snelheid naar de flanken de bal voor aan geven of zelf. We gaan voor het laatste. Zoeken naar de ruimte. Worden op het laatste van de bal gezet. Bal blijft wel voor het Nederlands zelf. Wijnaldum, Wijndal. Vanaf verstand, dat kunnen we en dat doen we ook. Het is 5-0 voor het Nederlands elftal. En wij mogen die vijfde maken. En onze tweede in deze wedstrijd. Twee keer fokker, drie keer malen. Nee, niet twee, twee keer malen, twee keer fokker. Die andere ben ik even helemaal kwijt. Maar het is wel fijn voor. De laatste 10 minuten, geen twijfel meer over mogelijk. Dat we ons kwalificeren voor die halve finale. Die is dus woensdag. Morgen natuurlijk de fijne hardcore mode, zoals ik al zei. De bal voor Gakpo. Koopmijners. Koopmijners komt hier eruit. Fokker, ja, dat is nu de bal voor Wijnaldum. En dan Koopmijners opnieuw. En dan is uh, het schot geblokt op het laatste moment. Hoekschop voor uh, het Nederlands elftal. Wijnaldum gaat naar de kant. Is naar de kant gegaan. Bergwijn erin gekomen. Gravenberg. Fokker geven de bal goed voor. De kopbal van Koopmijners. En de redding van Davies. Opnieuw de hoekschop nu. Mogen wij weer die hoekschop nemen Gaan we kort nemen nu? Nee, gaan we in één keer voortslingeren. En dat kan ook de kobbel bijna. Weggehaald eigenlijk door de verdediging, Roberts. En nu weer uitkijken voor een uitbraak. Ook al zal het niet zoveel meer uitmaken nu bij een vijfde voorsprong. Nog drie minuten eraan. De vraag is hoeveel extra tijd er gaat bijkomen natuurlijk tussen Nederland en Wales. Bij deze vijfde voorsprong. Davies, Ramsey, Smith. Het heen en weer tik is in ieder geval een fight. Tussen Nederland en Wales. Nu is het Wrails. Twee minuten extra tijd. Bij deze twee minuten gaat er eigenlijk niks, ra niks raars meer gebeuren. Ja, Wrails ja, nu nog op jacht naar een doelpunt. Het zal dan volgende voor, voor de eer zijn. Maar het doel wil niet meer. We winnen met 5-0. Van Dijk twee keer Malen, twee keer Fokker. Die het doelpunt natuurlijk op een naam hebben. Van Dijk nu weekend twee met een prachtige kopbal. De wedstrijd zit erop. De volgende ronde is bereikt. De halve finale die is tegen België. Beloofd zware wedstrijd te worden. Voor de volgende aflevering aankomende voor woensdag op dit kanaal. Morgen natuurlijk weer de Final Career Mode. We hebben belangrijk gespeeld. We zijn goed gespeeld. We hebben assisten gegeven. Twee doelpunten gemaakt. En dat wil je natuurlijk op een uh, eindronde. Ik ga je bedanken voor het kijken naar deze video. Morgen natuurlijk weer de Final Career Mode. En woensdag de volgende ronde. De halve finale tegen België. Het wordt bloedstollend spannend. Bedankt voor het kijken. En later.